We hebben vandaag een speciaal nostalgieweekend. We vieren Back to the 20s. En dat komt omdat veel van ons materieel uit de jaren 20 van de vorige eeuw stamt. En het geldt ook voor het historische gebouwtje waar we staan, een station. Ik heb heel veel passie met treinen. Maar ja, dan is het werk en dit is hobby. Ja. Lopen meer mensen rond in klederdracht. We hebben ook wat dames rondlopen met kinderwagens. Ik weet even niet waar ze zijn op dit moment. Ze slapen de hele dag, hoor. Ja. We hebben er geen kind aan. Als ik maar een kinderwagen zou, was ik helemaal gek. Dus dat helpen jullie allemaal? Nou, een beetje wel, denk ik, ja. Sommige mensen hebben passie van treinen, andere auto's en wij doen het met de kinderwagens. Ja, nou ja, als klein jongetje vind je techniek mooi en je gaat een dagje helpen. Even een dagje worden twee daagjes en dan gaat het nooit meer over. Het is gewoon mooi, ik bedoel, het is eenvoudig, het werkt, het luistert naar je. En omdat het vrij simpele machines zijn, moet je meer je best doen om eruit te halen wat erin zit. Ja, het is net als een voetbalclub. Alleen ik vind voetbal niet leuk, ik ben liever met techniek bezig. Dus ja, daar zijn we hier met z'n allen bezig om van alles en nog wat op te knappen. Dit is techniek die je kan begrijpen, die je snapt, die je kan zien, die je hoort. De lekkere lucht zit eraan vast. En toch een beetje geschiedenis. En ik hou ook wel heel erg van geschiedenis. Ik ben niet voor niks schoolmeester geweest.